vrouwenwielrennen is de laatste periode en niveau is enorm gestegen. En Damien en Annemieke hebben zich onderling alleen maar beter gemaakt. En dit is echt de laatste battle tussen die twee. Ja, fantastisch, daarom ook extra. Kim Langenslag staat op de flanken van die berg in de mist en zag de meiden komen. Duizenden mensen zitten hier al op de Tourmalet te wachten op de ontknoping van de Tour de France Femme. Ja, vanmorgen nog in het zonnetje, maar inmiddels is alles gehuld in mist. En dat maakt het extra mooi. En dan zijn we ook benieuwd natuurlijk welke druif doet het goed in de mist. Want iedere dag in Tour de Limbourg maken we een beetje een linkje tussen de koersregio en de Limburgse wijnen. Want de Franse druiven doen het goed in Limburg. Maurice Wanier van Venteur, wat hebben we vandaag? De Tourmalet? Tourmalet, het is heel lastig om wijnbouw natuurlijk te plegen in de hooggebergte. Veel schaduw, lastig om te bewerken allemaal. Maar waar het kan, is het irologiegebied. En daar vinden we de Gros en de Petit Manseng. Dat zijn druivensoorten die goed in koele klimaten gaan. En onze Manseng, als het ware, is de Solaris van Deelgaderberg. Komt oorspronkelijk van de Mariahoop, het smalste stukje van Limburg. En daar maken Jos en Nicole deze heerlijke Solaris fris en toch lekker tropisch krachtig. Ja, ik hang voor je vast, want jij hebt je handen vol, inderdaad. Heel fijn, inderdaad. We gaan aan tafel met dit wijntje uit het smalste stukje van Limburg voor deze etappe van Tour de Limbourg. Salut en welkom inderdaad bij Tour de Limbourg Femme op deze historische dag toch wel voor het vrouwenwielrennen. Want we hebben natuurlijk in die Tour de France epische gevechten gehad met bijvoorbeeld Lance Armstrong en Jan Ulrich, dankjewel. En natuurlijk op de Alpe d'Huez herinneren we ons nog het duel tussen Leontien van Moorsel en Jeanine Longo. En misschien is vandaag dit duel tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering ook wel een duel voor die categorie. Zoals we ook Pogacar bijvoorbeeld en Vingegaard van dit jaar graag daarbij schrijven. Ramon Kerkhoffs, van harte welkom. Wielerkenner bij uitstek natuurlijk. Mag het in dat rijtje, Vollering van Vleuten? Ja, zeker als je gaat kijken hoe ze vorig jaar al met elkaar gestreden hebben. En toen was echt het verschil nog heel duidelijk aan de zijde van Annemiek. Ik denk dat Annemiek is een jaar ouder weer, 40er geworden. Toch iets minder, dat zagen we in het voorjaar al, in de voorjaarsklassiekers. Toen specifiek getraind op explosiviteit, is er niet uitgekomen, dat viel tegen. Daarna heeft ze toch weer op die duur vooral getraind. Ronde van Spanje gewonnen, ronde van Italië gewonnen. Ja, het is echt een schitterende opgebouwde ronde ook wat dat betreft deze Tour tot dusver. Ja, fantastisch inderdaad om te beleven vandaag. Ook met Ida Smets, eindredacteur van Cycloworld. Van harte welkom. Je schrijft eigenlijk vooral over dit soort bergen, zoals de Tourmalet of andere beklimmingen natuurlijk, voor de amateur, wielrenner, voor de liefhebbers die dat graag willen doen. Het wordt steeds populairder op zo'n klim van 17 kilometer, zoals de Tourmalet. Jij fietst die ook. Waar ga je dan dood? Waar sneuvel je als amateur wielrenner? Ja, waar ik zelf altijd het meeste moeite mee heb, is als er steile stukjes afgewisseld worden weer met afvlakkingen. En dat je denkt van nou ben ik er bijna en dan komt er ineens toch weer een steil stuk. En dat vind ik het zwaarst. Ja. We kijken even mee op het telefoontje natuurlijk, want de koers is op dit moment nog aan de gang. We hebben een kleine voor-enscheiding, Ramon, of toch nog niet? Ja, we hebben eigenlijk een prachtig duel tot dusver gezien, waarin Van Vleuten en Demi Vollering naar elkaar aan het kijken waren in de vallei. Ze wilden niet voor elkaar onderdoen. Nibia Doma profiteerde daarvan. Maar we zien op het steilste stuk bij La Mongie is Demi Vollering gedemareerd. En die heeft nu een halve minuut voorsprong op Nibia Doma. En Annemiek van Vleuten al op 40 seconden. Dus wat dat betreft gaat het wel een spannende strijd worden. Ja, en inderdaad, Quinty. Demi nu virtueel in het geel, net als jij. Deze vriend, daar weten we waar hij nou op zoek is. Want die heeft de worstenspel gevonden aan tafel. Het zou voor Demi natuurlijk wel een geweldige revanche zijn op alle hijsen, alle commotie van de laatste dagen. Dan laat ze het met de benen gewoon zien. Ja, dit is fantastisch. Demi laat echt zien dat er gewoon echt een hele sterke kop op zit. En als je dit kunt presteren nu met al het geruis wat daar om haar heen is geweest en om haar team de afgelopen dagen. Ik kan daar alleen maar mijn petje voor afnemen. Is echt fantastisch. Ja, we kijken dadelijk uitgebreid verder naar de koers van vandaag. Dan ook een samenvatting natuurlijk. Maar laten we eerst beginnen met de veiligheid in de Tour. Want we weten dat die belangrijk is, zagen we op het moment dat Danny Stan uit koers werd gehaald. Was te gevaarlijk, zoals Hiré zei uiteindelijk.
uiteindelijk de jury. Een van de dames die zorg dragen voor die veiligheid van de renners, en dan gaat het over de gezondheid met name van de wielrenners, is Sophie Verbakel uit Maastricht, ploegarts. We kennen haar ook nog van natuurlijk Cycling Limburg, daar is ze bestuurslid. En zij kijkt mee voor de warmte, maar ook voor bijvoorbeeld de gevaren bij een hersenschudding. Il est 8 heures du soir et les larmes me montent. Je me demande si j'ai perdu ton regard. Zoals vandaag bijvoorbeeld zie je, het is super warm. Op de fiets moet je altijd hard werken en dan zie je dat die lichaamstemperatuur van een renner heel hoog wordt. Soms zelfs wel 40, 41 graden. We meten dat ook met een sensor, die zit aan een hartslagband. We zien gewoon, we kunnen dat volgen in de app, dat die steeds hoger wordt. En dat kost enorm veel energie. En als we dan kunnen zorgen dat ze na de finish met zo'n ijsbad de temperatuur meteen weer omlaag kunnen krijgen, dan kunnen ze veel eerder herstellen. Ja, Sophie is wel heel belangrijk. Kijk, natuurlijk in zo'n ronde als deze gebeurt van alles. Renners vallen, renners worden een beetje zwak, ziek en misselijk. Je hebt heel veel staf mee, dus het is altijd goed om een dokter mee te hebben. Sophie moest deze week nog in actie komen bij een renster die heel hard viel en een hersenschudding opliep. Als er een val is, schrik je altijd. Als we in de auto zitten en Radio Tour zegt shoot, shoot, dan zitten we allemaal zo. Servaas Knaven, die vrijdag nog uit het tourpeloton werd gezet, maakte van dichtbij de gevolgen mee van een hersenschudding bij zijn eigen dochter. Het gaat, maar fietsen dat gaat nog niet. Dus ze is weer gaan trainen in mei en uiteindelijk een koers gereden. En daarna was ze eindelijk weer terug bij af. Dus het is nu echt nog heel rustig aandoen. Dus dat is echt zo'n onzichtbare vijand, zeg maar, zo'n hersenschudding. Ja, Sophie van Bakel. Dus en ondertussen kijken we hier aan tafel naar de laatste ontwikkelingen in de Tour van Ida, Quinty en Raymond kijken op een telefoontje naar wat er allemaal gebeurt. Kraakt de wereldkampioen? Nou, we weten dat Annemiek heel taai is, maar deze strijd gaat ze toch niet meer winnen. Ze rijdt nu een kleine minuut achter Demi Vollering. Nieuwia Doma op 41 seconden. Ja, dus Vollering is op de Tour Malais echt op weg om deze Tour de France Femme te winnen. Ja, en dan zien we Quinty eigenlijk hetzelfde wat we zagen in de Ronde van Spanje, waar Demi in die laatste etappe eigenlijk ook gewoon echt heel dominant was en gewoon veel beter. Ja, dat klopt. En eigenlijk waren natuurlijk samenloop van de omstandigheden dat er toen het kwartje van Annemiek uitviel, inderdaad. Ik had eigenlijk niet zozeer nu verwacht dat Annemiek zo zou breken. Maar ik denk dat ook inderdaad, wat Ramon zei, de leeftijd speelt natuurlijk mee. Haar voorjaar was niet zoals we van haar gewend zijn. Is ze redelijk goed erin gekomen. Maar als je ziet dat Demi zo het vuur in de schenen wordt gelegd en ze er zo mee kan omgaan. Ja, het is toch een extra fire in haar geweest om er toch voor te gaan. Ja, dus het verbaast me, maar ik vind het wel heel mooi voor het vrouwenwielrennen. Ja, Ida, we zijn de twee dames natuurlijk aan het volgen. Nieuwia Doma doet ook supergoed. Op het moment dat Van Vleuten breekt, waar zit zo'n kraakpunt op die berg dat de benen extra pijn doen? Ja, op een gegeven moment, als je te lang boven je macht rijdt, dan breek je. Dat hou je niet eindeloos vol. Ja, dus, en dan is zo'n versnelling eigenlijk, kun je gewoon niet meer beantwoorden. Nee. Kun je het nog een beetje faken? Ja, op een gegeven moment kan dat ook niet meer. Ik denk dat je het klimmen überhaupt niet kunt faken. Ik denk, discipline klimmen is eigenlijk een van de eerlijkste disciplines in wielrennen wat er is. Want het is echt tegen jezelf en je moet leren om dus zo lang mogelijk oncomfortabel in het wiel te blijven hangen. Wie is het langst comfortabel met het oncomfortabel? En dat is het eigenlijk. Ja. We gaan dadelijk verder kijken en verder praten natuurlijk over die laatste kilometers. Maar eerst nog even naar de twee Limburgers in de Tour. Of tenminste, de twee Limburgse dames die in de Tour zaten. Want ondertussen zijn ze er allebei uit. Even van acht weten we, na die valpartij, 6 kilometer voor de finish toen ze in die kopgroep zat. En Lorena Wiebes, die met maagklachten uiteindelijk uit de Tour ging nadat ze wel een etappe had gewonnen. Kim Langenslag, die sprak met ze in dit afsluitende weekend. Kijken we graag nog een keer terug. Eva van Acht uit Maastricht en Lorena Wiebes woont op Waterslij in Sittard. En dagelijks trainen ze in onze mooie provincie natuurlijk. Maar hoe goed kennen ze hun stad nou eigenlijk? We onderwierpen ze aan een quiz. Ik heb even een quizje. Ja? Heel eventjes, hè? Oh, weet jij? Kalbas. Ik weet wel dat je Sittard als met een Z schrijft in het Limburg. Geen idee, sorry. Dit is de markt van Sittard. Hier zit ik af en toe op het terras. Kemissies. Heb je dat wel? Kemissies, ja. Kemissies. Dit heb ik wel eerder gehoord.
Ik gok de burgemeester. Boodschappen. Ja. Ik heb commissies gedaan. Ja. Ja, ik heb echt geen idee. Wie is de beroemdste persoon van Maastricht? Denk je? Ton Dumoulin. André Rieu. Uiteraard. Ik heb nog een cadeautje voor je, want je hebt het heel goed gedaan. En dan kun je misschien met de meiden op de kamer oefenen. Nou, bedankt. Limburgs kwartet. Ja. Ik reken het allemaal goed, echt waar. Ik vind dat jij wel een prijsje hebt verdiend. Geef maar. Nee, geef maar. Bedankt, Lucie. Ah, leuk. Commissie was. Geweldig. Ah, mooi. Leuk. Bedankt. Ja, de commissies inderdaad. En we hopen dat Eva inderdaad wel binnenkort boodschap kan gaan doen. We hadden nog even contact met haar de afgelopen dagen. Het gaat naar omstandigheden redelijk goed. Maar nog geen tijd voor schermpjes, nog geen tijd voor interviews of aan te schuiven aan tafel. Eerst herstellen van die hersenschudding. Want we weten hoe belangrijk dat is. Hoe lang je dan maar kunt blijven lopen. We wensen in ieder geval Eva van harte beterschap. Doe voorzichtig aan. En dan zien we je weer terug in het peloton. Want Ramon, we kennen natuurlijk ook allebei hersenletsel, de groep eigenlijk ook hier die heel veel aandacht vraagt voor juist die blessure waar zo weinig aandacht voor is, wordt een beetje onderschat? Ja, zeker wordt het onderschat. En hersenletsel zet zich vooral in dat iedereen met een helm gaat rijden. Ik denk dat jij ook echt kunt beamen dat het ook heel belangrijk is dat ouderen die met een elektrische fiets rijden, dat die snelheid vaak onderschatten en zonder helm ook nog rijden, dat dat op het ogenblik echt de grootste gevaargroep is. Ja. Maar ja, als je af en toe ziet welke klappen het hoofd moet opvangen bij valpartijen in het wielrennen, ik hou elke keer mijn hart vast, hoor. Ja, we hadden natuurlijk hier gisteren Sabrina Schultes nog zitten, die er last van heeft gehad. En daarom dat Marcel Ariers met hersenstrijd er ook aandacht voor vraagt. Bij deze ook gedaan. Hoe is het in de koers? Ja, 1 minuut 4 in Nieuwedome. Dus je ziet dat Vollering loopt verder en verder uit. 1,5 kilometer voor de top van de Tourmalet. En je zei zelf, eigenlijk heel opvallend dat Nieuwiadoma voor Van Vleuten blijft. Ja, dat geeft wel eigenlijk aan van ja, dat Annemiek ook niet het niveau wat ze vorig jaar haalt, dat ze dat niet meer haalt. Al is Nieuwiadoma moet je niet onderschatten, maar Nieuwiadoma is een renster eigenlijk met heel veel pieken en dalen. Mm-hmm. Daar heeft eigenlijk nooit iemand een strakke lijn in weten te vinden. Maar die behoort zeker tot de grootste talenten van het wielrennen. En ja, die is hier dus wel echt nog op weg. Je hebt nog die afsluitende tijdrit natuurlijk en Po. Maar om tweede in de Tour te worden. Ja, Quint, ik kom even bij jou, want jullie hebben dezelfde trainer. Jij en Annemiek van Vleuten. Ja. En Louis de La Haye heeft wel eens gezegd van ja, Annemiek is eigenlijk helemaal niet minder dan afgelopen jaren. Alleen de rest gaat zo snel vooruit. Ja, ik heb natuurlijk die discussie best wel vaak met Louis gehad. Van, goh Louis, is Annemiek nou minder geworden? Of is de rest om haar heen niet zoveel beter geworden? Waar moeten we het in zoeken? Toen zei hij inderdaad ook dat bijvoorbeeld op de muur van Hoei, dat ze daar wattagemedailles reed, oldtime medailles. En dat ze toen eigenlijk vijfde werden en tekort kwam. Dus het geeft echt aan dat het niveau om haar heen natuurlijk enorm omhoog gaat. En dat level heeft zij zelf gezet. Dus hij heeft ze eigenlijk nu zelf last van. Maar wat Ramon inderdaad zei, ik denk in dit geval dat het ook meespeelt dat iemand, in dit geval Annemiek, toch wel een echt wel mindere dag heeft en tot een Kasia of een Demi misschien wel boven zich uitstijgt. Ja, en dat is wel opvallend hè, voor Demi, want we weten die had het natuurlijk niet moeilijk. Of die had het moeilijk, niet makkelijk. De druk de laatste dagen die werd groter en groter en groter, zeker toen Danny Stam uit koers was gezet. Kan zij dat vertalen toch in assertiviteit, laten we het zo zeggen, en energie in de benen die ze er dan ook uit laat komen? Ja, dat blijkt nu. Ik vind het fantastisch. Ik bedoel, wat wij al zeiden eigenlijk de hele week, die hele ploeg heeft de vuur aan de schenen gehad. En als zij dan hier nog zo een koers uit kan halen en zo die andere kan laten breken en wat voor mensen kan laten breken, dat geeft echt aan hoeveel potentie in Demi zit en is echt alleen maar mooi. Ja, natuurlijk ben ik Annemiek fan, maar als ik dit zie, ja het is echt sportvrouw van het jaar. Ja, ik vraag nog even aan jou, Ida, van Cycleworld, waar jullie die bergen bijhouden voor het grotere wielerpeloton, voor de amateurfietsers. Na zo'n etappe zoals deze, merk je dan ook dat er meteen veel vraag is van liefhebbers om die wedstrijden, die beklimmingen te gaan rijden? Ja, je ziet echt dat mensen ook op de site de links opzoeken die over de Tourmalet gaan, als die gereden is en... Dat kunnen wij precies bijhouden, hoeveel bezoekers er zijn. En dan zie je echt inderdaad dat er ineens heel veel... bijvoorbeeld bij de mannen bij de Puy de Dôme, daar hadden we een stukje over geplaatst.
Nou, die had ongelooflijk veel views die dag na de etappe. Ja, een natuurreservaat, dus dat wordt dan weer een beetje moeilijker. Maar goed, een heel ander verhaal. We gaan nog even terug naar de koers en de mannen die ze volgen. Want we hadden net al SD Works even aan tafel besproken. Moeilijke dagen natuurlijk. Dan zijn er twee mannen, twee Limburgers, die daar vaak met gasten mee rijden of de boel moeten managen. En die volgden we de afgelopen dagen. Kim Langenslag. Dat is heel leuk. Ja, goed, de beste ploeg van de wereld. Ze winnen natuurlijk veel. En dan is die sfeer altijd heel positief. Natuurlijk na gisteren iets minder. Maar ik denk dat ze het gaan ombuigen in iets positiefs. Ik denk dat je juist daardoor nog een extra motivatie gaat krijgen om echt volle bak te gaan. Wat ga je doen als SD Works een gele trui pakt op de Tourmalet? Ja, dan gaan we zeker genieten. Ik ga de hele dag optrekken met de CEO van SD en Erwin Jansen. Ja, dan gaan we natuurlijk juichen. Hè. Dat is natuurlijk wel zo. We hebben er lang naar gewerkt. Demi heeft er lang naartoe gewerkt. De ploeg heeft er naartoe gewerkt. En ja, we hebben natuurlijk vaak heel veel gewonnen. Maar ja, dit zal wel een hele bijzondere zijn. De kroon op het werk van jouzelf? Nou ja, goed, we hebben al best wel al vele kronen gehad. Hè, maar laten we zeggen, deze hebben we nog nooit gehad. Dus ja, dat zal wel een hele bijzondere kroon zijn, ja. Een hele bijzondere kroon, zegt Erwin Jansen. En die lijkt er inderdaad aan te komen. En zo wordt Demi Vollering toch de dame dit jaar, die op het moment dat het recht toe doet, bijvoorbeeld in de Amsterdam Gold Race, dan inderdaad ook wel levert. Net als vandaag in die koninginnetappe van de Tour op de Aspin en de Tourmalet, waar zij dadelijk toch iedereen uit het wiel gaat rijden. Maar we krijgen de laatste meters. Ja, nog 220 meter. En ja, het is wel een heel idyllisch beeld. Helemaal in de mist zit de Tourmalet verstoken. Je zag net als de volgwagen erachter zat, dat de rensters echt helemaal gevangen zitten tussen de koplichten van die auto's. Dat zijn wel heroïsche beelden waar we naar zitten. En dat is natuurlijk ook mooi, omdat juist in het vrouwenpeloton dit soort etappes vrijwel niet voorkomen. Dus deze beelden zijn ook meteen uniek. Je denkt terug aan de Gavia of wat dan ook, of Erik Breuking nog in de sneeuw. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat tourparcours zag, had ik een beetje mijn twijfels. Omdat we vorig jaar twee ritten in de Vogezen hadden. Nou, die bergen kun je toch niet vergelijken met de klimmen in de Pyreneeën. Qua lengte, qua zwaarte. Ja, en als je dan nu ziet van tot het peloton toch veel dichter nog bij elkaar zit. Vorig jaar zagen we verschillen van minuten. Nu zit het echt nog een stuk dichter bij elkaar. Ja, we kunnen even meekijken bij Demi Vollering, die hier als eerste over de finish is gekomen. Ja, wat een euforie, wat een blijdschap is er na die 7 dagen dus waarin ze wist, hier moet het vandaag gaan gebeuren. De 17 kilometer op de Tourmalet. We beginnen er samen aan. U ziet Kim Langenslag met de microfoon van L1. Demi, bedankt haar ploegleider, haar ploeggenoten. We luisteren even mee. En dan zou rond dit tijdstip ook niet meer Doma uiteindelijk over de finish moeten komen. Die dus met een minuutje achterstand ongeveer hier op de Tourmalet de eindstreep haalt. Maar graag kijken we mee naar Demi Vollering. Die dus een unieke prestatie levert vandaag. Die vorig jaar nog het hoofd moest buigen voor Annemiek van Vleuten. Die in de Vuelta beter leek. Die in de laatste etappe ook veel beter was dan Annemiek van Vleuten. Maar uiteindelijk die achterstand nooit wist te compenseren. Zij krijgt haar grote revanche op dit moment. En als ze aan de laatste momenten terugdenkt, dan weet zij dat dit de grootste triomf is, Ramon, uit haar wielerloopbaan tot nu toe. Ja, ik moet eigenlijk denken aan de uitdrukking, de koning is dood, leven de koning. Het is echt een troonwisseling wat we hier op de Tourmalet zien. Ja, Demi Vollering neemt nu echt definitief, vind ik, het stokje over van Annemiek van Vleuten. Ja, en Annemiek van Vleuten natuurlijk fantastisch dat zij met 40 jaar nog altijd deze dame zo moeilijk heeft kunnen maken. Dominant in de Vuelta, dominant in de Giro. Die rondes wint ze ook allebei. Maar Demi Vollering dus degene die ook de Tour de France vrijwel zeker gaat winnen. Morgen nog een tijdrit van 22 kilometer. Daar zit één kleine beklimming in, maar het lijkt niet alsof daar het grote verschil uiteindelijk nog een keer gecompenseerd kan worden. Terwijl we meekijken met Demi Vollering en dit geweldig mooie beelden zijn. Ja, je kunt niet zo snel een ploeggenoot in de armen vallen, want die zijn er gewoon nog voorlopig niet. U ziet de beelden van cameraman Tom Reiners en verslaggever Kim Langenslag die boven op de Tourmalet staan. Die ons laten meegenieten van dit mooiste moment in het vrouwenwielrennen van dit jaar. En Demi Vollering, benieuwd waar Kopecky blijft.
de dame in de gele trui. Ja, je ziet de opluchting hier hè, bij Damien. Het is echt fantastisch. Ja, Damien is volgens mij ook wel iemand die dat dan ook graag wil delen, meteen. Maar ja, het is nog even wachten. Kopecky trouwens, die natuurlijk wel met al die dagen in het geel ook een geweldige tour doormaakt. Waarvan nog even de gedachte was, misschien is die kleine minuut wel voldoende om de Tour triomf te halen. Maar zo gauw op de Tourmalet waren, was het wel vrij snel duidelijk dat Vollering, Nieuwiedoma en ook Van Vleuten een klasse apart waren. Maar Demi Vollering hier, die dus meekijkt en terugkijkt en lang moet wachten tot er iemand uit de mist verschijnt. Het is ook alweer opvallend als je ziet hoe fris zo iemand toch alweer daar staat en hoe ze dan nu op Lotte Kopecky hier komt Kopecky. En dan krijgen we een mooie omhelzing. We luisteren even mee. Ik heb uit. Dit ligt er niet weg, Joesje. En een geweldige triomf natuurlijk. Geweldige beelden vanaf de flanken van de Tourmalet in de mist. Waar Lotte Kopecky zich uit de naad heeft gereden voor Demi Vollering. Waar ze uiteindelijk nog besloten om samen met een groep van 10 de achtervolging om Nieuwiedoma in te zetten. Die op dat moment was ontsnapt. Dat minuutje race snel dicht. En Kopecky dus kan met opgeheven hoofd haar gele trui overdragen aan de dame. Waarvan altijd de gedachte was dat zij op zondag met de gele trui zou moeten staan. Mooie beelden dus voor STWorks. De ploeg met de licentie uit Maastricht. En Demi Vollering, hoe ver is ze gekomen vanaf Park Hotel waar ze de Volta Limburg Classic won. Waar we al leerden dat ze kon klimmen hier in de Limburgse heuvels. Nu de allerbeste op die iconische klim van de Tourmalet. Demi zijn, Quinty zijn emotionele beelden eigenlijk ook hè. Je ziet de opluchting. Je voelt en je ziet de opluchting bij Demi, maar je ziet ook de opluchting bij het hele team en bij Lotte. Ja, zoals we al zeiden deze week, daar zit zo'n druk op dit team. En als je dan zo'n opluchting kunt hebben en dan zo in dit geval waarschijnlijk de Tour kunt winnen. Ja, dat is eigenlijk het mooiste geschenk wat zij zich had kunnen geven nu op dit moment. Ja. Het is echt een droom. Erwin Jansen. Hoe voelt dit? Hoe mooi is dit voor jou? Ja, dit is natuurlijk wel een hele bijzondere ontlading. Zoveel druk op de ketel. En als het dan zo gebeurt ja, met zo'n schitterend... Hey, Lot! Top. Ik word echt nooit Ja, dat was echt fantastisch. En ja, je moet het toch maar doen. Er stond zoveel druk op. We hebben natuurlijk een beetje tegenslag gehad de laatste dagen. Maar ja, als het dan zo doet, dat is wel echt klasse. Wist jij dat Demi Vollering zo mentaal zo sterk zou zijn? Ja, ik denk dat we natuurlijk het afgelopen half jaar heel veel hebben gezien wat Demi echt allemaal kan. Ja, en dus ja, dat wisten we. Alleen natuurlijk, naarmate het moment komt... Ja, dan is natuurlijk de druk steeds groter en groter. Maar ja, je hebt gezien wat ze in de Vuelta heeft gedaan en wat ze in het voorjaar heeft gedaan. En dan, we hadden daar wel stiekem op gerekend. Is ze de nieuwe koningin van het wielrennen? Ja, ik denk dat je wel mag zeggen met wat ze alles heeft gedaan. Dat ze wel natuurlijk gewoon het beste van het beste er is, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, mooie woorden dus inderdaad van Erwin Jansen, de teammanager die eerder deze week hier aan tafel zat samen met Chantal Blaak. Ook die zal delen in de overwinning thuis op de bank met, denk ik, man en kindje en hier het meekijken. Kim Langeslag gaat ondertussen kijken of ze eventueel natuurlijk Demi Vollering nog kan spreken of Lotte Kopecky. Maar Erwin Jansen was natuurlijk ook de man die uiteindelijk de poel nog op de rails moest krijgen. Die, denk ik, Ramon, want je zit er ook wat dichterbij, ook moest kijken van ja, hoe gaan we al die onrust van de laatste dagen toch omzetten in energie in de benen? Ja, ik denk dat de ploeg vooral last had dat ze zoveel overwinningen dit jaar hebben geboekt. Dat eigenlijk iedereen een beetje er tegenaan kijkt van... Eigenlijk de uitdager is altijd veel populairder dan de heerser. Dus iedereen was eigenlijk alleen maar bezig om te kijken van hoe kan SD Works verliezen.
En als je dan kijkt hoe ze eronder rijden, vanaf de eerste dag pakken ze de gele trui. Ze hebben nu al 3 ritzegers. Mm-hmm. Het groen met Lotte Kopecky is zeker. De slechtste resultaat in een etappe is een 3e plek. Nee, maar dus ligt elke dag. Ze hadden ook een aantal fouten gemaakt. Demi had je toch het gevoel van, ja, die had misschien nog wat meer seconden kunnen terugwaaien. Groot risico genomen met die auto langs. Ja, maar dat zijn precies die momenten dat je in de heat van de wedstrijd zit. Daar zat natuurlijk een stukje geschiedenis aan vooraf. In de Ronde van Spanje heeft de jury, wat vooral een Spaanse jury was, en de concurrenten staan Movistar van Annemiek van Vleuten, de Spaanse ploeg. Nou, elke keer als er iets met een renster van SD Works gebeurde, werd er meteen een barrage gemaakt, waardoor je niet via de ploegleiderswagens van 1 naar 1 kon doorschuiven. Ik denk dat Danny zich daar ook een beetje te veel heeft door laten leiden, want die actie, dat was niet goed, dat is gewoon niet goed te praten. Maar daar hebben ze zich goed overheen gezet. En ook toen zag je in de Ronde van Spanje, zag je ook dat Demi kreeg die klap. Na die plaspauze verloor ze gewoon 1,5 minuut. Maar in die laatste bergrit pakte ze weer dik 1 minuut op Annemiek. Dus je zag toch dat het mentale sterkte van Demi, dat dat echt heel groot is. Ja, dat heeft ze nu wederom bewezen. Ja, en mooi is natuurlijk ook wel nu, niemand heeft het er meer over. Het is ook volledig irrelevant geworden, want Demi Vollering gewoon rijdt iedereen naar huis. We gaan kijken naar de samenvatting. U hoort Maurice Jessen. Aan het begin van deze belangrijke rit zit Annemiek van Vleuten achter in het peloton. En dat is niet de meest handige plaats, want ze ontsnapt hier maar ternauwernood aan deze valpartij. En hier gaan we eraan beginnen, aan de beklimming van de Col de Aspin. Team Movistar van Annemiek van Vleuten bepaalt de tempo bergop. En Yara Kastelein kan niet volgen en moet gaan vrezen voor haar polletjestrui. De versnelling van Vleuten. En het is alleen Vollering en Nieuwea Doma die kunnen volgen. En met z'n drietjes komen ze dan aan op de top van de ene laatste beklimming, de Aspin. Nog 29 kilometer te rijden. De achtervolgende groep over de top. En voorin is de Poolse Nieuwea Doma weggereden bij Van Vleuten en Vollering. Die beide niet willen achtervolgen. Nieuwea Doma moet nog 10 kilometer klimmen naar de top van de Tourmalet. De voorsprong loopt op. En de achtervolgers met daar ook bij Kopecky in die gele trui. Nieuwea Doma dringt in de mist. En daarachter de aanval van Demi Vollering. Annemiek van Vleuten kan niet volgen, komt niet in dat wiel van Vollering. En Vollering ondertussen al bij Nieuwea Doma en er overheen. Van Vleuten vecht voor wat zwaard is. Het is zwaar. Vollering komt al tussen de appartementen, maar dan ben je nog niet op de top. Maar het is wel al iets minder stijl. Van Vleuten op 37 seconden al. Demi Vollering van Team SD Works slaat een belangrijke slag op de Tourmalet. Is de sterkste en wint haar eerste toerrit. En wat voor eentje. Mocht er nog aan haar getwijfeld worden, dat is niet nodig. Uiteraard is het geel ook voor haar. Morgen rest nog de tijdrit. Nou, fantastisch mooie beelden van Demi Vollering dus op de Tourmalet. En dit is dan het algemeen klassement na de etappe van vandaag. We zien Vollering 1.56 op Nieuwea Doma. Ja, die gaat ze niet meer kwijtspelen in een tijdrit van 22 kilometer morgen van Po naar Po. En Annemiek van Vleuten valt naar een 3e plek en moet nog flink doorfietsen om Moemen van het lijf te houden. Van Vleuten natuurlijk wel een geweldige tijdrijder. Dus dat zou ook moeten lukken. Kopecky op een 6e plek. Maar Van Vleuten wel natuurlijk met ere ten onder. Een beetje ook als Pogacar-Remon dit jaar. Gestreden, te licht bevonden. Maar wel geweldig mooie wedstrijd laten zien. En ons laten genieten. Ja, alleen al dat duel waar we de hele week naar uitkeken. Hè, van weer die twee tegenover elkaar. Ja, dat heeft zeker een magneet voor deze ronde geweest. Dat heeft voor een dynamiek gezorgd die je de hele week zag. En ja, ik vind het wel heel knap. Als je kijkt hoe Annemiek vorig jaar heeft gepresteerd, dat is ja, niet normaal. Dan zijn wij in Nederland beseffen eigenlijk niet. Als je de 3 grote rondes wint en je wordt wereldkampioen en je wint Luik-Bastenaken in Luik in 1 jaar. Wat voor een grootheid ze is. En dan toch een moeilijk jaar. Heel moeilijk voorjaar denk ik voor haar als je dan niet meedoet in die regenboogtrui. En dan zich toch terugvechten met Vuelta, met Giro eindzegers. En nu straks denk ik zeker bijna dat ze dat podium en de Tour ook haalt. Zij is immers de Olympisch kampioen tijdrijden. Hè. Ja, dan mag je toch wel zeggen dat je op een verschitterende manier ook nog afscheid gaat nemen van het wielrennen. Ja, wat Pogacar ons natuurlijk ook geleerd heeft. Hè. In stijl winnen is mooi, maar in stijl verliezen misschien nog mooier, Quinty.
zo herken je natuurlijk wel de echte grote meneren. En mevrouwen. En mevrouwen. In het wielrennen. Ja. En Annemiek is daar zeker één van. Annemiek is iemand die echt leert omdenken en denken in oplossingen. En ik vind eigenlijk de hele week als we haar spreken. Ze zat natuurlijk niet in de hoek waar de klappen vielen, maar. Ze was ook heel rustig toen ze te horen kreeg dat Demi 20 seconden achterstand had. Ja, het doet haar mentaal dan wat minder. En ik weet zeker als we nu de kans hadden gehad om haar te interviewen bij Kim. Tot zij ook gewoon echt wel met een geheven hoofd daar staat. En ik merk ook wel vaker aan haar dat ze misschien ook wel het gevoel heeft nu van het is goed zo. En stiekem denk ik dat ze ook wel opgelucht is dat iemand zoals Demi met haar niveau haar stokje kan overnemen nu. En dat de timing op dit gebied natuurlijk perfect is. Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen. Het feit dat Demi zo goed is geworden, komt door Annemiek. Want Annemiek heeft er gedwongen om een tandje hoger te schakelen. Daar hebben we het vaker over gehad. Dat Louis me dan vertelde dat hij wat discussie had met Annemiek. Van ja, hoe kan dat nou? En ik rij de wattages die ik moet rijden. En toen had Louis ook gezegd van ja, Annemiek, we zijn er eigenlijk een beetje zelf de oorzaker van. Want wij hebben gezegd van dit is het niveau van Annemiek van Vleuten. Zie daar maar eens aan te komen. En het heeft een paar jaar nodig gehad. En nu zijn die meiden, zoals Demi, die zijn daar nu eindelijk. Ja, dan heb je daar natuurlijk zelf wel eigenlijk last van. Wat het niveau wat jij hebt gezet. Maar ik denk als zij nu terugstapt en naar haar carrière kijkt, kan ze echt zeggen. Dat zij het vrouwenwielrennen echt naar een ander level heeft geholpen. Ja. Iris Metz, eindredacteur van Cycloworld. Jij herkent de betekenis, de relevantie van dit spektakel voor het vrouwenwielrennen. Stappen er nu ook ineens veel meer vrouwen op de fiets op dit soort idiote beklimmingen, zoals de Tourmalet of de Col de la Loze? Ja. En je hebt ook echt hele goede klimmers bij de amateurs van de vrouwen. Als je die zelf rijdt, want je rijdt die dan vaker voor Cycloworld. Kom je veel dames tegen onderweg? Ja, zeker. En ook bij cyclo's. En ik kom ook dames tegen die echt een niveau hebben. Dat ik denk van nou, als die wat eerder waren begonnen met fietsen, dan hadden ze nog wel hadden ze bij de profs mee kunnen rijden. Ja, mooi om te horen inderdaad. We kunnen nog even terug naar de wedstrijd van vandaag. En naar de momenten die beslissend waren. Bijvoorbeeld Nieuwia Doma, die zei van ja, ik vertrek. Ik gooi uiteindelijk de knuppel in het hoenderhok. Het gaat nu gebeuren. En Nieuwia Doma legt de lat neer en we krijgen de tijden van Post en van Jan Raas weer terug. Want Van Vleuten wil niet en Vollering wil ook niet. Maar misschien Remon ook wel slim, want Nieuwia Doma, doordat de dames zich laten terugvallen in de groep, die hebben we eigenlijk voor de overwinning niet meer gezien vandaag. Komt net iets te kort. Nou kijk, het kost natuurlijk altijd meer krachten als je in de vallei, al was het de vallei tussen de Asper en de Tourmalet maar heel kort, als je daar in een groep zit en kijk, dit is de keuze die Demi heeft gemaakt. Zij heeft bewust niet gereden, wetende dat ze Marlon Reuser daar nog kon gebruiken. Die dat stuk tussen de Asper en de Tourmalet kon overbruggen. Maar als ik kijk hoe Nieuwia Doma stand heeft gehouden, dan heeft zij het echt wel heel knap gedaan. En echt van extreem hoog niveau ook. Ja. Ah ja, die battle tussen Annemiek en Demi, ja. Dat hebben we toch ook gezien in de Tour met Vingegaard en met Pogacar. Als je twee personen zo tegen elkaar hebt, die onderlinge rivaliteit. Ja, dat geeft het wielrennen toch net die extra dimensie wat het voor ons kijkers zo mooi maakt. Ja, en dat was inderdaad schitterend. We kunnen naar de volgende overstad, hoor ik van de regie. En dan zijn we benieuwd wat eraan komt. Laat maar komen jongens, hier komt Annemiek van Vleuten. En die kraakt dan inderdaad op het moment dat Demi Vollering hier versnelt. Het beslissende moment in deze Tour de France. Het beslissende moment ook wel van de generatiewissel. Als we zien dat Demi naar een dikke minuut voorsprong gaat in deze Tour. En Quinty uiteindelijk ook definitief afscheid neemt van Annemiek. Ja, eigenlijk wel. Want zoals wij al zeiden in de intro. Ik weet dat Annemiek nog de CIMAC Ladies Tour doet. Dat haar laatste wedstrijd is in augustus. Ik weet natuurlijk niet wat Demi doet. Maar ik denk dit is gewoon de laatste battle die wij tussen Demi en Annemiek hebben gezien. Dus ja, dit is wel een historische battle wat we vandaag zagen. Ja, en het kwartje viel de kant van Demi op. En ik denk dat je niet op een higher note eruit kan gaan als Annemiek. Ja goed, ik had het liever aan haar kant gehad voor haar. Omdat zij stopt natuurlijk. Maar ja, als je zo kunt afsluiten met zo'n battle. Ja, ik ben benieuwd wat dat volgend jaar gaat geven, de jaren daarna. Want we zijn natuurlijk gewend aan deze battles, maar wat wordt het volgend jaar met wie? Ja, we gaan naar Kim Langenslag, die staat op de Tourmalet en die heeft de renners zien binnenkomen. We zagen er net al even met de winnares, met Demi Vollering. We waren getuigen van die mooie omhelzing tussen Vollering en haar teamgenote Kopecky in het geel. Die gaan we nog heel vaak terugzien. Maar Kim zag ook Annemiek van Vleuten binnenkomen. Kim, hoe was het?
Ja, Annemiek was natuurlijk helemaal gesloopt. Ja, net zoals Demi Vollering. Alleen Demi Vollering had natuurlijk een feestje te vieren. En voor Annemiek was het toch ontzettend balen voor haar natuurlijk. Dat ze er toch wel af werd gereden. Ze zat zojuist eventjes uit te fietsen bovenop de berg. Er waren ongeveer, ik denk wel 60 journalisten die even met haar wilden praten. Maar het is gelukt en ze berust vooral. Ze heeft er berusting in. Ja, hoe hard is het ook wel aangekomen deze dag? Ik ben net 5 minuten over de finish, dus ik ben nog niet echt aan het verwerken. Maar ik kan mezelf niks verwijten. Dus uitgaan van mijn sterke kanten, geprobeerd niet te benen vandaag om te winnen. Was een verre strijd? Ja, zeker. En ik denk, ze was gewoon veel beter dan ik, dus dan moet je daar vrede mee hebben. En dan kan ik er ook wel vrede mee hebben, want ik kan mezelf niks verwijden. Ik was optimaal voorbereid. Waarom ik vandaag niet de beste dag had, weet ik niet precies. Dit was het. Ja, op waarde geklopt is inderdaad Annemiek van Vleuten. Mooie woorden bij Kim Langenslag. Dit is de winnares en de nieuwe koningin. Het is altijd spannend en ik bedoel, je bent altijd ergens bang om stil te vallen op zo'n lange klim. En ja, gelukkig deed ik dat niet vandaag. En ik had een hoop familie en vrienden langs de kant staan. Dus die zag ik onderweg en dat gaf me wat afleiding. Dus dat was echt heel fijn, want die gaven me alle krachten vandaag. Ja, mooi. Demi dus inderdaad de krachten haalt uit de familie die langs de kant staat. En interessant is dat ook nog een mooie kerk. Demi is natuurlijk rond die coronaperiode naar Zwitserland vertrokken. Daar fietst ze veel, daar woont ze nu ook. Dan is het voor vrienden en bekenden ook niet zo heel erg ver. Of tenminste toch wel. Maar het kan nog, het is iets dichterbij. Groeit zij dan, bloeit ze op, juist vanuit de energie die ze krijgt van anderen? Nou, ik denk het belangrijkste is, als je Demi al zag toen ze bij Park Hotel Valkenburg reed, was echt al een grootse renser. Hè. Je zag echt het talent. Goeie Luik Bastenaken-Luik gereden, grote prijs in Emilia gewonnen. Dus je zag dat het talent kwam. Toen is ze overgestapt naar Team SD Works. Eerste jaar deelde ze daar het kopmanschap met Anna van der Breggen. Deed ze heel veel goed. Ik denk ook dat ze daar heel veel van geleerd heeft. 2 wedstrijden haal ik dan eruit waar Anna zich echt wegcijferde voor Demi. Luik Bastenaken-Luik. En La Course, de voorloper van deze Tour de France Femme. Dan zag je dus eigenlijk van in de finales kreeg Demi van Anna de trucjes geleerd. Vorig jaar moest ze dat vaandel overnemen. Anna was gesloppen, was ploegleidster. En toen had zij echt er moeite mee tot ineens iedereen naar haar kijkt. Het was het jaar daarvoor was Anna eigenlijk de bliksemafleider. En nu moest zij het zelf doen. En daar heeft ze eigenlijk een jaar mee moeten leren omgaan. En dat heeft een paar maanden gewoon gekost voordat ze die mentale druk aankon. En als je nu afgelopen winter kijkt, heeft ze heel veel weer met Anna van der Breggen getraind. Dat was haar coach. Is sinds afgelopen winter de coach geworden. En ook bewust, net wat Quinty net zegt, is Annemiek een beetje voorbeeld geworden. Annemiek heeft de omvang in de trainingen bij de vrouwen echt vergroot, enorm vergroot. En daar heeft Demi samen met Anna als coach ook hun stappen in gezet. En ik denk dat daar het succes in zit, waarom ze dit jaar echt die enorme stap nog heeft kunnen zetten. Ja, en het feit dat dan uiteindelijk zij die tijdstraf krijgt van 20 seconden, heeft ze daar ook zoveel moeite mee, omdat ze het gevoel heeft, ik laat mijn ploeggenoten in de steek? Nee, ik vond eigenlijk dat ze daar best wel makkelijk overheen stapte. Ik had niet het gevoel dat ze daar heel lang bij stilstonden. En ik denk ook niet dat je Demi daar iets in kwalijk kunt nemen. Zij rijdt achter die wagen aan. En dan sta je echt niet stil of er een jury om een motor achter je zit of er iets verkeerds doet. Je volgt gewoon je ploegleider, want dat is eigenlijk je instructeur. Dus nee, ik denk niet dat we daar Demi iets kwalijk van moeten nemen. Ja. Quint, je hebt het wel eens eerder meegemaakt. Vorig jaar reden jullie een geweldige tour. Hoe is die sfeer nu dadelijk bij SD Works? Goh, die ontlading die zal er wel zijn. We hebben natuurlijk nog morgen de tijdrit. Dus ik denk dat het met mate is natuurlijk. Maar je merkt aan alle stafleden die we net hebben geïnterviewd, die Kim heeft geïnterviewd, dat de druk is zo er vanaf en het is nu zo geslaagd. Natuurlijk kan er een klein feestje gebouwd worden, maar die komt natuurlijk naar morgen. En het is voor een team is dat fantastisch. En ik denk dat het echt een droom is die uitkomt. Echt een kers op de taart voor hun. Ja. Ido, wat blijft jou nou als echte wielerliefhebber het meeste bij van die etappe in de mist vandaag? Ja, toch Annemiek. Dat doet me toch wel een beetje pijn, ondanks de ongelooflijk mooie lange carrière. Maar ik vind haar zo'n ongelooflijk fantastische renster dat dit haar laatste kunstje was. Ik vind het toch wel heel jammer.
Nou ja, we krijgen natuurlijk... We krijgen nog wat koersen, hè, maar dit was eigenlijk de dag van de waarheid. Ja, maar misschien is het ook wel verhaal dat het is. Kijk, als zij hier wint met veel voorsprong, ja, misschien denk je nog van, moet ik niet een jaar nog door? Wat ga ik doen? Volgens mij was ze er wel zelfverzekerd in. Maar in dit geval is het misschien een natuurlijk verloop richting haar pensioen. Ja. Dat ze nu ook echt ziet van, oké, ik heb echt verloren en niet een beetje. Het is echt goed zo. Misschien maakt het de keuze en het berust, wat zij zelf ook al zei, misschien toch net wat makkelijker onbewust. Dat het wel makkelijker is om te stoppen. Ja. Ja, ik heb echt het gevoel, de cirkel is rond. Zij heeft natuurlijk in het begin Marianne Vos als rivaal gehad. Toen kwam Anna van der Breggen. Toen kwam Demi. Nou, ze is allemaal de baas geweest. Ook af en toe verloren van hun. Ja, en nu op haar 40ste heeft ze... Vorig jaar was ze Demi echt makkelijk de baas overal. Ja, nu moet ze haar hoofd buigen. Ja, ik vind het echt wel mooi symbolisch van de cirkel is nu echt heel mooi rond. Ja. We gaan het zien dat die cirkel rond is op het podium. Waar Kim Langenslag staat op de Tourmalet bij de huldiging. De huldiging is op dit moment bezig en Demi Vollering heeft zojuist op het podium gestaan. En hier staat de wereldpers toch wel bij elkaar om natuurlijk zometeen Demi Vollering nog een keer op het podium te zien komen. Ze heeft ook haar Nederlands kampioenstrui aan. Ze moest die uitdoen, ze is natuurlijk Nederlands kampioen. Mocht ze niet dragen deze Tour de France, omdat ze natuurlijk leidt. Is het wereldbekerklassement. Dus daarom heeft ze nu voor de huldiging zometeen wel haar Nederlandse trui aan. En we gaan zometeen zien. Als ze weer op het podium komt, dan schakelen we meteen weer terug. Want ze is er eventjes omkleden achter de coulissen. Oh, dat gebeurt weer wat. Oh, we horen muziek. Misschien kunnen we nog even meekijken. Nou, ja, ze is er nog niet. Hey, hebben we misschien tijd om nog even Oer Le Bidon te doen? De quiz doen we heel erg snel. Of komt er nu iets? Ja, we kunnen meekijken. Nee, daar is ze. Nou, dan gaan we nog even meekijken. Prachtige beelden van de nieuwe drager van de gele trui, Demi Vollering. En dat gaan we nog heel vaak zien. En dit was uiteindelijk het doel van SD Works. Boven op de Tourmalet staan in de gele trui. Ze heeft een ruime voorsprong op nummer 2 in het klassement, Nivea Doma. En Annemiek van Vleuten vanaf vandaag op de derde plek. We kunnen nog even meeluisteren naar de huldiging van Demi. Vos applaudissements également pour Demi Vollering. Demi Vollering, inderdaad, prachtige beelden vanaf de Tourmalet. Een hele mooie generatiewissel die dan eigenlijk in één beeld gevangen zit. Maar ik had u beloofd, quizzen gaan we ook nog en misschien kunnen we daar nog even snel terug naar de Tourmalet. Voor Oer Le Bidon, dit was uiteindelijk de uitslag van gisteren. Kasteel Limbricht, daar stond de Bidon. En Kirsty van Haafden heeft het shirt gewonnen. Kirsty, het laat je even zien. Dit shirt komt jouw kant uit, vanaf de Proficiat. En de nieuwe opdracht die komt nu voorbij. Antwoorden kunt u geven via de sociale kanalen, de sociale media van L1. Dit is de opdracht van vandaag. Waar staat de bidon? Stuurt hij ons toe. En dan hebben we nog één dag, één mooie prijswinnaar met het shirtje voor morgen. Ga ik in de regie nog even vragen of we eventueel nog naar Kim kunnen schakelen. En anders zo dadelijk naar de etappe van morgen. Nee, we gaan nog even naar Kim Langenslag op de Tourmalet bij de huldiging. En begint hier het einde. Het begint ook heel hard te regenen hier. De mist is ook enorm. Maar wat was het een fantastische dag om dit mee te maken hier bovenop de Tourmalet. En wat zal Demi Vollering goed slapen. Morgen natuurlijk wel nog de tijdrit. En hopelijk dan wel met een zonnetje. Aan die tijdrit daar kunnen we nu zo dadelijk even naar gaan kijken. Dat parcours is vanmorgen van die tijdrit in Po, waar zo'n mooie tourhistorie ligt. Met name natuurlijk in de Tour voor de mannen. De tijdrit van 22,6 kilometer, daar zit een heel klein heuveltje in. Ik meen 177 hoogtemeters moeten de dames nog bedwingen. Maar in die tijdrit van 22 kilometer zal Demi Vollering haar voorsprong nooit meer kwijtraken. Hier ziet u dat kleine heuveltje, de hobbel. En dan gaan we dus inderdaad van Po naar Po. En is 30 juli de datum dat Demi Vollering uiteindelijk voor de allereerste keer de Amstel Gold Race had zal gewonnen, de Tour de France van zal gaan winnen. Het is de grote hoofdprijs, hè, Ramon? Ja, van dit jaar. Schitterend, maar ook weer toch dat je ziet dat weer een Nederlandse na Annemiek van Vleuten de hoofdprijs pakt. Ja, dit ongelooflijke hoge niveau van het Nederlandse wielrennen.
En wat hier aan deze tafel natuurlijk mooi is, is dat een Limburgse ploeg de Tour de France gaat winnen. Dat is inderdaad super mooi. Misschien helpt het om de Tour van nog naar Valkenburg te krijgen. Daarover morgen meer. We gaan erover praten hier aan tafel met de man die in 2011 de allerbeste Nederlander was in de Tour de France. Rob Ruig, die staat dan hier. 20ste was hij toen en hij ging mee met Basso, met Contador naar boven. Geweldige beelden toen. Hier is de kleine klimmer uit Valkenburg die nu zijn eigen opleidingsploeg heeft. Morgen dus hier aan tafel. Ramon, Ida, Quinty, ik ga jullie hartstikke bedanken. En u ook natuurlijk voor het kijken om bij ons te zijn op deze legendarische etappe. Gaan we graag op proosten. Santé, bonne soirée en we zien elkaar morgen. Ida.